Ja, vrienden. Welkom bij een heel truttig moment in Huizen Vermegen. Ja. Kijk, ik moet even mijn riem. Mijn riem moet om. Ja, riemetje om. Ja. Hallo, ik ben geen kaag hoor. Ja, zit erin. Zo. Nou, moet je horen. Eens in de 10 dagen, dan ga ik op pad. Ja, want Jut zegt, doe ook maar wat. Ja, je doet al niks in huis, dus ga jij dat maar doen. En dan ga ik dus, vrienden, hier, kijk. Kijk even met me mee. Ja, kijk. Ja, ik ga naar de eierboer, vrienden. Ja, daar ga ik naartoe. Ja. En die zit hier dus gewoon een kwartiertje rijden vandaan. En verse eitjes, want elke ochtend, ja, dan neem ik een eitje. Gebakken of gekookt of, ja, ik vind het lekker. Eitjes, morgens, ja. Maar dan moet die wel kakel, vers zijn, ja. En dat kan ik halen bij die eierboer. Dus nou, ik ga op pad, vrienden. Ja, en dat is echt in the middle of nowhere, hoor, hier. Ja, hier. Kijk, daar staat het bordje. Ik ga het je laten zien. Is hier een beetje verlaten. Het ziet er ook helemaal niet spannend uit verder. Nee, dat zien jullie wel. Klein huisje en dan hebben ze een paar van die betonnen dingen staan en daar zitten de kippen dan. En je hoort het wel, het is alleen maar kippengekakel hier. En ja, daar in dat gebouwtje, daar kunnen ze dan slapen dan. En daar kunnen ze verder, op de trein kunnen ze verder vrij rondlopen. En hier in het gebouwtje, ja, daar kan ik ze dan gaan kopen dan en ophalen. Hallo. Hoi, is dat nog? Hij heeft geen goede zin vandaag hoor. Nee, een beetje zagrijnig is hij. Nou ja, goed. Dat is dan maar jammer. Hè? Wij willen verse eitjes. Ja, want kijk, het punt is. Als je naar de supermarkt gaat, die eieren zijn soms 1 of 2 weken al oud. Ja, maar deze, die kopen zo hup, woep, onder die kip vandaan. Ja. Dat maakt het zo lekker, ja. En daarom ga ik hier dan helemaal naartoe. Nou. Hup. Had er een elastiekje omheen, zie je, en het is natuurlijk in die doosjes, kijk, hup, kijk, daar is hij dan, kijk, dan geef ik mijn kaartje, en we weten samen dat het 13,40 is, ja, nou, en dan ga ik dan met mijn eitjes, ja, dit is hem dan, vrienden, maar ja, en dus lig ik dan weer in de auto en dan rijd ik weer keurig naar huis. Ja, ik kan het niet truttiger maken voor jullie. Ja, maar jullie weten het. In de truttigheid schuilt het geluk.